echt een hele lastige patiënt gehad. Een oudere patiënt met heel veel medicatie, onder andere NOAC. En die moest worden geopereerd, een beklemde darm. Maar dan moet je dialyseren, die polypharmacie, dat is een enorm probleem. Ja, we worden ingehaald door de eigen successen. De afgelopen 20 jaar hebben wij zoveel medicijnen ontwikkeld, die geven we steeds maar weer aan de patiënten. En aan het einde heeft iemand een bakje met pilletjes, met 20 die daarin zitten. En wij weten eigenlijk niet wat we daarmee moeten. Wij spreken altijd over medicatieveiligheid, maar wat moeten wij nu inhoudelijk daarmee? Hoe kunnen we onszelf scholen dat wij met de polypharmacie om kunnen gaan? Ja, dus niet alleen de assistenten beter opleiden, maar ook de medisch specialisten. Ik moet een behoorlijke inhaalslag maken. Ja? Ja. Professor Bonnier, zou ik een patiënt mogen overleggen? Ja, natuurlijk. Ga even zitten. Ja, ga zitten. Een oude man. Ik heb op de poli een man van elders, 77 jaar oud, met een T3 rectumcarcinoom. Met in de voorgeschiedenis cardiale problematiek. En een prostaatcarcinoom voor hormoontherapie. Ja, mijn eerste vraag zou zijn: op welke hoogte zit de tumor? Hoe groot is die? Kunnen we daar laparoscopisch op af? Of moeten we dat open benaderen? Voor mij de eerste vragen. Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Ik zou eigenlijk eerst willen weten wat de biologische leeftijd is van deze patiënt ten opzichte van de kalenderleeftijd. Mm-hmm. Wat is zeer belangrijk. En daarnaast, wat wil de patiënt überhaupt zelf? Dus eigenlijk hebben we drie vragen. Wat zijn de chirurgische mogelijkheden voor deze meneer? Ja. Hoe oud is deze meneer? En wat wil de patiënt zelf?